ben Jeroen. Dit is... Hallo, ik ben Boyen. Hi, en ik ben Rick. En dat is dus Capybara. We draaien met z'n tweeën, maar produceren met z'n drieën. We komen uit Nederland, Limburg. Precies, we zijn uit Sittard. In het begin, toen we begonnen met muziek maken, toen waren ik en Boyen samen. Wij zijn broers. Boyen is de jongste, ik ben de oudste. We speelden in de buurt, van Sittard, we deden daar wat feestjes. Ja, we waren altijd wel met z'n tweeën bezig met wat muziek maken, maar zonder dat we een duidelijke richting hadden. Nou, we kenden Rick al langer en we wisten dat Rick ook al langer muziek maakte. Dus op een gegeven moment hebben we onze drie koppen bij elkaar gestoken. En vanaf dat moment was Capybara geboren. Nu zijn we bij Labyrinth en daar zijn we vandaag. Vandaag hebben we net gespeeld op de opening van de Labyrinth Club, de nieuwe. Nou goed, de eerste EP die heet Arapaima. Arapaima is is de grootste zoetwatervis van de wereld. De plaat heeft zijn inspiratie van die vis. Ja, Arapaima, dat wordt onze eerste release. Mooi op het Labyrinth label hier. Die plaat zijn we al een paar jaar, 2 jaar waren we daarmee aan het sleutelen. We wisten niet welke kant hij uit moest. Hadden we een vocaltje op. Dat bleek uiteindelijk toch niet zo te werken. En toen hebben we die vocal eraf gehaald, hem iets knallender gemaakt en dan Oeger laten horen. En die vond het top en zo heeft hij hem getekend op het Labyrinth label.